Hier staan we aan de rand van die kuil in de Bosberg, de Boskuil genoemd op kaarten. Dit is een stuk met larix, hier ook oogst aangeplant na de Tweede Wereldoorlog. En die kuil is ooit uitgekapt en daardoor is er veel meer licht gekomen. Je ziet eigenlijk hier de bosrand, waardoor je een ontzettende hergroei krijgt van allerlei boomsoorten. Er staat hulst, er staat hier Amerikaanse vogelkers. Ik zie ook dat die afgevreten wordt door reeën. En hulst, grove den. Aan deze kant heb je een bos wat gekapt is geweest met zomereiken. En dit is dan voor de arme zandgronden in het Gooi een relatief rijk bos. Wat je vooral ziet is dat er heel veel zaailingen van eiken staan. Die komen pas tot wasdom als er weer meer licht in komt. Er staat hier naar een beuk, er staat een oude berk, die is al op een haar naar dood. Een berk blijft niet zo heel erg lang, zeker niet in een bos. En je ziet hier dus vooral de rand waar heel veel struiken staan. Hier, bramen. Hoe dichter je bij de rand komt, hoe meer planten je erin gaat zien. Varens, bramen, een betonnen paaltje, steviger is dan die rare kunststofdingen. Hier kom je weer een stuk tegen met een Oostenrijkse den. Zie je aan de wat grotere dennenappels, lange naalden en vooral ook de rechte stammen. Van dit soort bomen wordt grenenhout gemaakt als het gezaagd is. Douglas, opslag. De bomen die zijn blijven staan, beuken. Vliegdennen. En ja, zand. Was dat natuurlijk het wezen van het Gooi ook. Een grote zandbult. En dit is deel van de Utrechtse Heuvelrug. En wat helemaal tot aan de Rijn. Bij Arnhem loopt. Kijk. Ook wel grappig is een boom. Die heeft helemaal dicht gegroeid. Dat is wel heel apart. Want bomen is een naaldboom. En die zou dus niet kunnen groeien zonder takken. Want hij kan geen slapende koppen maken. Maar toch groeit hij door. Hij heeft dus ook waarschijnlijk contact met andere bomen in de buurt. Eiken. Die zijn een aantal jaren geleden weer gekapt. Die zijn kort gemaakt. Je ziet hier allerlei planten gaan groeien. Hier, kijk eens, zelfs een paar stoeltjes nog. Al deze planten die zorgen dus voor dat er weer nieuwe soorten kunnen komen. Die maken de weg vrij voor weer zeilingen. Maar als ze bloeien, maken hier ook de vlinders gebruik van. Dat heb je in een bos, heb je dat niet. Kijk. Elfenbankjes op een afgezaagd stobbetje van eik. Hier is dus geen begrazing van koeien, maar het is eerder een begrazing van honden en wandelaars. Kijk, de hei die komt er al prima terug. Kruiskruid, waarschijnlijk of kleverig of klein kruiskruid. Er staan hier biggenkruid, verschillende soorten grassen. Je ziet hier zo al een vijf soorten mossen die er tussen door staan.
ziet ook hoe er gebruik gemaakt van wordt. Dat zorgt ervoor dat het zand inderdaad enigszins open blijft. Normaal gesproken zouden dat dus grote grazen zijn die hier van nature thuis hoorden vroeger. Het oude systeem, het overal nog bos was, toen allemaal van dit soort open plekken. Waar dan edelherten, oerossen en dat soort beesten allemaal leefden. Maar dat is erg lang geleden. Je ziet hier dus een fantastische hergroei. Heel veel voedsel voor vogels, voor andere dieren. Die hier tussen dat mos allerlei kleine diertjes kunnen vinden. Een wat grotere eiken, berk. Berken zijn hier ook gezaagd. Ik heb zo het idee, zo'n 6 jaar geleden, dat ik hier weer helemaal doorheen gegaan is om het af te zetten. De kuil zelf is al wat langer leeggehaald. Dat is zo te zien aan de stoppers ook. Maar omdat ze heel erg in de zon liggen, rotten ze niet zo heel erg snel. Je ziet het hier zo wat hij aan de schaduwkant opeens heel wat meer korstmossen heeft. En mossen. Zo compleet denk ik ook. Oh, een struikhei. Nou is die hei helemaal niet zo heel erg belangrijk. Hoewel het natuurlijk een ideale basis is voor heel veel insecten. Heel veel bijen, wilde bijen. Vlinders leven ervan, die zijn ervan afhankelijk. Maar het is een bosrandplant, hè? Een open plek. Precies zoals waar het hier groeit. Schapenzuring. Dat is ook een echte waardplant, ook voor allerlei vlinders en andere insecten. Ja, dat wil zeggen dat ze ervan eten. En dan echt de rupsen dan. Hier gewoon zo'n stukje wat dan met rust gelaten is. Althans, 6 jaar geleden wel afgekapt, maar het is niet nog weer een keer te pakken genomen. Ja, je ziet hier wat stobbers, maar vooral ook in de rand ontzettend veel opslag van berken. Dat is iets wat je op deze zandgrond natuurlijk heel snel krijgt. Ook hier die grote pollen met struikhei. Eigenlijk is dit een typisch voorbeeld van hoe je de biodiversiteit in een bosgebied vergroot. Hier heb je ook weer een beetje dat groene glibberige. Het groeit een beetje over de mossen heen. Hier en daar zijn het echt klonten. Nostok noemen ze dat. Blauwalg, blauwwier. Het is eigenlijk een bacterie. Het is de eerste bacterie die zuurstof produceerde. En eigenlijk dus op dat moment, in het hele beginstadium van het ontstaan van het leven ontzettend zuur maakte. Want dat waren de levensvormen in die tijd die we eigenlijk helemaal niet kennen. Niet gewend. Er kwam opeens zuurstof. Koolstof werd afgebroken. En CO2, wat er toen heel erg veel was. Ik heb die glibber een beetje. En de koolstof was nodig voor het groeien en het zuurstof, dat moesten ze kwijt, dat verdwijnt. Dat is een typische wat met chlorofiel gebeurt. Kijk, schitterende heidestruik. Biggige kruidrozetten. Tientallen soorten wilde insecten zijn hiervan afhankelijk. Dit is een heel klein grof dennetje. Braam, ook zo'n plant waar ontzettend veel insecten baat bij hebben. Hier een klein walstrootje. Ja, dit is nou echt typisch waar je erg vrolijk van wordt als je dit ziet. Hoewel dat niet iedereen met mij eens zal zijn, ben ik bang.